Hi, goedenavond. Dit is waarschijnlijk dezelfde look en dezelfde outfit die je al een keer eerder hebt gezien. Want ik neem wat meerdere films op tegelijk. Nee, niet tegelijkertijd, maar opeenvolgend. En het zijn geen films, dat zijn gewoon filmpjes. We gaan de update van oktober doen. Wat heb ik in oktober allemaal geprobeerd? Nou, ik ga beginnen met. Heb ik geen aparte film van gemaakt, maar heb ik er wel een filmpje van gemaakt. Dit is de Revolution Foundation Body Veil. Dit is een hele fijne foundation. Ik ga er snel doorheen, want ik heb heel veel. De blush. Ja. Het is leuk, maar het is een beetje een soort zomerkleurtje. De concealer palette heb ik niet geprobeerd. De highlighter vond ik. Dit is allemaal van Relove. Vond ik slecht. De lipproducten. Nee, er is maar één hoor. Ja. De lipproducten. Ik had een lipstift en een glossje. Nou, zesje. Niet dat je denkt. Ik heb nog nooit zoiets gehad of zo. Heb ik slechtere? Ja. Heb ik betere? Ja. De lippenpotloden. Heb ik slechtere? Ja. Heb ik betere? Ja. De primer. Prima. De hydro. Nee, de H2O Hydrate Fix Mist. Geweldig. Dan had ik nog een glow en een eyeliner. Heb ik nog niet geprobeerd. En verder, wat wel al eerder op het kanaal is geweest. Even kijken. Nee, dat weet ik niet. Ik heb hier de Maybelline Perfector 4-in-1 Glow. Ja. Lijkt het op die van Elf, Charlotte Tilbury. Ik heb er een heleboel van. Ja. Maar fijn product. Ik zet alles van daarheen. Dan kan ik het straks ook gelijk opruimen. Dit is de XX Revolution Bo Skin Booster in de kleur Fever. Dit is eenzelfde soort product. Ook fijn, goed. Geeft iets minder glow, maar prima. Dit is de XX Revolution. Dit is een Eternal Rose Serum. Het is een primer. Fijn voor de droge huid. Maar ik had nog een Revolution. Dit is de Blurring Balm Pore Blurring Compact. Dit is van de Dewy Line. Ik heb niet heel veel poriën, ik weet het niet, maar volgens mij is het wel oké. Dan heb ik van Planet Revolution heb ik een Wallflower Cream Blusher. Is wel een wat meer zomerkleurtje, maar fijn. Hier heb ik de gewone poeder ook van al laten zien. Dit is de kleur tan. En die gebruik ik dan als bronzer. Echt top. Wat ik nog in mijn nieuwe bakje had, was een Eternal Revolution Pro Eternal Rose Highlighter. In de kleur White Rose. Ja, dit is toch echt. Even zo laten zien. Dit is toch echt. Alleen al voor de verpakking vind ik het gewoon prachtig hoe het eruit ziet. Dat wil je hebben. Ja, ik had een tijdje geleden wat dingen bij Amazon besteld. En dat werd toen gecanceld. En waren wat dingen kapot aangekomen. Maar dat was al ruim een half jaar geleden. Was al voor de zomer. En nu kwam Dennis 2 weken geleden ineens van: joh, verwacht jij nog iets van Amazon? Want er lag een pakje achter die kliko's buiten. Maar goed, wij hebben nooit heel veel tuinafval. Dus ja, en het was gewoon niet eerder opgevallen. Maar er zat dus de primer in van de L'Oréal Age Perfect. Dit is de Face Primer Blur and Caring. Blurring Face Primer Caring Serum. Ja. Het is oké, okay, maar het deed niet heel veel voor mijn huid.
In Oberhausen had ik een minietje gekocht van de Hollywood Flawless Filter. Zeker weten. Dat is echt een 10. Ik had deze NYX lipstift geprobeerd. Mwah. Mwah. Ik. Mwah. Ik weet ik niet wat ik daarvan vind. Dan had ik ook de Smooth Whip Lip Cream van NYX geprobeerd. Deze is wel fijn. Ik vind de kleur niet zo mooi, maar wel fijn. Dat had ik nog. En dat had ik allemaal nog in mijn te gebruiken bakje zitten. De Colourpop Stix Blush. Heel fijn. Geeft mooi kleur af. Blijft goed zitten. Vind ik een fijn product. Wat had ik nog meer? Een, oh ja, bij die L'Oreal spul zat ook een Milani Lip Butter Lip Mask Lip Iets. Nee, staat hier niet op. Ja, heel fijn. Blijft heel lang zitten. Waar is mijn doekje? Waar is mijn doekje? Even de blush eraf voordat ik helemaal onder zit. Dan had ik, ja, 3 dingen bij Chanel gekocht deze maand. De nieuwe mascara. Wat vind ik ervan? Is het de beste? Nee. Is het de slechtste? Nee. Wat ik altijd vind van de mascara's van Chanel is dat ze een beetje nattig zijn. En ik hou van een wat meer droge mascara. Ja. Dan heb ik hier 2 lipsticks uit de Harrods collectie. Dit is 206 en 195. Dit is 195, wat een lelijke zwart, maar. En dit is 206. Fijne lippenstiften, blijven die lang zitten? Nee, natuurlijk niet, want het zijn shine lippenstiften. Dit is mijn favoriet. Maar goed, neem even een slokje koffie. Fijne lippenstiften. Dan had ik, ja, die heb ik apart gelegd. Deze Revolution Pro lippenstift. Vreselijk. Wat erg. Dit is echt een no. Dit is no. Soms moet je misschien 2 lagen aanbrengen. Soms moet je eerst zeg maar de balm aanbrengen. Nee, gewoon nee. Nee, nee, nee. Ik ga hem ook niet houden. Maar dan heb ik deze van XX Revolution. Dit is een matte liquid lipstick. Daar moest ik heel erg wennen aan de kleur. Maar komt wel heel dicht in de buurt bij mijn echte lipkleur. Maar ja, zit goed, zit lang. Ja, ja. Dan had ik nog een lippenstift van Revolution Pro. Ik denk dat dit de kleur cashmere is. Nee, dit is de kleur stripper. Het is een beetje een nude roze kleur. Mooi, glossy. Heeft een hele luxe verpakking. Mooie kleur. Dan had ik nog een Revolution lipstift. Dit is de kleur cashmere. Mooi, mat, klaar, prima. Ik hou van lipstift en ik hou van nude mat. Dan had ik in Oberhaus gekocht de Rare Beauty Illuminating Primer. Prima, is het de slechtste? Nee, is de beste? Ook niet. Maar prima. Ja, en dan had ik nog deze lippenstift. Die is ook... van Revolution.
Ja. Word daar niet heel wild van, zeg maar. Dan heb ik nog een Conceal and Correct van Revolution geprobeerd. Dit is dan de peachy versie. Hier zo. Prima concealer, niks mis mee. Gewoon, ja, ik heb ze hier altijd standaard staan in mijn everyday bakje. Buiten degene die ik op dat moment aan het gebruiken of proberen ben. Maar dat is prima. En verder heb ik de Smashbox lijn geprobeerd. Dan beginnen we met de Halo Plumping Dew and Hyaluronic Acid Primer. Dit is ook weer zoiets net als die Charlotte Tilbury en zo, weet je. Het is gewoon een dewy primer. Het is prima. Het voelt goed, het zit goed, het geeft een glow. Prima. Ik heb geen ruimte meer. Dan heb ik de Halo Glow in Fair Light. Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer. Geweldig. Ik geef het een 8. Dan had ik daarvan ook twee liquid oogschaduws. Wat ik deze het mooiste vind, de bruinige kleur, maar die roze kleur is ook mooi. Zitten goed, blenden mooi, zitten lang. Het is wel zo dat je brengt ze aan, dan lijkt je echt wow, weet je wel, kleur. En als je gaat blenden, dan blendt het een beetje weg. En ik had van die hele lijn ook een blush. Dat is een hele gekke blush. Ja, lip en cheek. Maar er zit dan zo'n ding op alleen voor je lippen, zeg maar. Maar ik breng het dan eerst aan en dan ga ik het met een kwast inmengen. Maar ja, ik zal de kleur even laten zien. Het is gewoon een liquid blush. Het is prima. Zitten er dingen bij die ik echt aanraad? Ja. De Smashbox Tinted Moisturizer. Ik heb nu een hele oranje hand. Ik ga heel even met een watje eroverheen van micellair water. Er zitten absoluut dingen bij die ik aanraad. Het is gewoon te veel. De Chanel lippenstiften uiteraard, want daar ben ik gewoon een fan van. De Hollywood filter raad ik aan. De Colourpop blush raad ik aan. De XX Revolution serum primer raad ik aan. Het Milani lipmasker raad ik aan. De Revolution nieuwe poeders. En ik heb dan deze, maar ik heb ook de gewone om te poederen. Maar deze is dan voor mij een bronskleur. De Smashbox Tinted Moisturizer. De Revolution Corrector raad ik aan. Eigenlijk de hele glow line wel. De Maybelline Glow Perfector. De 4-in-1 Glow Perfector raad ik aan. Ja. Heeft het nut om dingen aan te raden? Weet ik niet. Want uiteindelijk moet je het zelf ervaren. En moet je zelf bepalen wat je wel en niet fijn vindt. Ja, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Want wat ik fijn vind, vind jij niet fijn. En wat ik goed vind, vind jij misschien niet goed. Of andersom. 1000 mensen, 1000 wensen. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. Maar goed, dit is wat ik heb geprobeerd allemaal in oktober. Het was best heel veel voor mijn doen. Maar goed, binnenkort ga ik weer een Shop My Stash doen. Maar in november ga ik de hele hoedenlijn proberen. Die komt dan in de update van november. En het enige wat ik dan kan zeggen is bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. En dan like en subscribe. En zie ik je volgende keer. Doei.